Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. RBC. Henk Vos. Van Loenhout schuift het binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty, Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is voor aan je jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. De sensatie die ze weer gaan niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Luiten. Een hele speciale aflevering, want wij gaan ook iets nieuws doen, hey Erik. Wij zijn bezig met een proef, maar wel een proef die bij voorbaat al gaat slagen. Want het is een eerbetoon aan de grootste Roosendaler, de grootste RBC'er en de grootste kalsdonker aller tijden, Kees Vermunt. En we hebben een speciale gast, Erik. Dit is een speciale uitzending. Ja, dit is een bijzonder. En we nemen hiermee ook een bepaalde verantwoordelijkheid, hè, Floyd. Want het is het verhaal van Kees Vermunt. Iedereen kent hem, hè? Wat jij zegt. Een echte RBC'er, een echte kalsdonker, een hele bekende Roosendaler. Dus we moeten deze aflevering ook wel echt goed doen. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Daarom hebben we ons ook goed voorbereid. En daarom zijn we ook blij dat Jacco erbij is. Kees, zijn zoon. Inderdaad, we hebben deze uitzending geen postbus 1912, geen update van Excelsior RBC, geen dingen die je normaal ook van ons wel verwacht in reguliere uitzendingen. We hebben juist heel veel extra speciale dingen en dat is allemaal omdat het een speciale uitzending is, een eerbetoon aan Kees Vermunt en daar hoort ook gewoon een andere opzet bij. We hebben heel veel tijd gestoken, vooral Erik, in het voorbereiden met alle feitjes en weetjes en ditjes en datjes. Nou, het wordt een audiomonument. Dan kom ik om de hoek kijken. Mooie geluidsfragmenten van Kees verzameld. En ik heb er eigenlijk, eerlijk gezegd, Erik, ook heel erg veel zin in. En dat is waar dit allemaal uit is begonnen en wat het allerbelangrijkste is. Veel zin, veel goesting. We hebben er zin aan. Hè? Ja, zeker, zeker. Nee, absoluut. En ik bedoel, de podcast is bedoeld, hè, om de mooie verhalen uit het verleden te vertellen. Ja, dan is dit eigenlijk het eerste verhaal wat je maakt. Dus heel gaaf. En ik heb er zin in. Dit zou bijna, als je het zo omschrijft, ik hoor goed wat je zegt. Dit zou bijna aflevering 1 hebben kunnen zijn. Ik bedoel, om zo'n podcast te beginnen met een aflevering over Kees Vermunt had ook niet meer staan natuurlijk. Nee, klopt. Alleen misschien moesten wij nog heel eventjes onszelf een beetje laten zien dat we serieus en betrouwbaar en dat soort dingen waren voordat Jacco ook daadwerkelijk mee wilde werken. Dus ik denk dat we er mooi op tijd bij zijn. En wat ik bijzonder vind is dat we deze aflevering nu opnemen. Hè, op 16 mei, dat hebben we ook op onze social media kanalen gezet. Maar dat we hem op 22 mei online zetten. En dat is de geboortedag van Kees Vermunt. Dus daar zit ook een hoop symboliek in. Ja, snel door naar het thema. Ik ga nog heel vaak zeggen dat het een speciale uitzending is. Ik ga nog heel vaak laten zien en betogen mijn liefde voor de kalsdonk en voor Kees Vermunt. Maar even de vraag aan jou, Erik, want het is wel een hele belangrijke. Is Kees Vermunt nou echt Mr. RBC? Ja, ik denk van wel. Ondanks dat ik ben 36, ik heb een leeftijd dat ik hem niet heb zien voetballen. En dat zijn carrière eigenlijk al aan het einde was als trainer toen ik op de Luiten kwam. Maar ja, als je de feiten even op een rij zet. 750 wedstrijden, RBC 1, 125 doelpunten. Behoorde tot de beste Nederlandse spelers van zijn tijd. Nederlands elftal gehaald. Stond in de voorhoede met Kees Rijvers en Abel Lentstra. Dat zijn wel fantastische dingen. Kampioen geworden met RBC. Dit is wel een... ik denk wel dat dit de echte Mr. RBC is. En we hebben natuurlijk meer grote namen voorgebracht als club. Ik denk dat de carrière van Kees Vermunt is zowel als speler als trainer. Over zo'n lange periode. Ook nog als jongen van Kalsdonk. Dan denk ik wel dat dit echt de Mr. RBC is. Ja, wat ik daaraan toe wil voegen is dat ik het allermooiste vind. Dat heeft niks met het rollende balletje te maken. Maar gewoon zijn liefde voor Roosendaal en de Kalsdonk. En altijd weer die link maken naar... Ik zijn van de Kalsdonk en RBC is een volksclub. En het gaat om de mensen. Hij was ook iemand die op de tribune zat en gewoon aangesproken kon worden. En met de staat van dienst en wat hij allemaal bereikt heeft...
Nou, als hij gewoon met zijn hoofd naar voren en zijn borst vooruit en op zijn tenen zou lopen door het stadion, zou je het ook goed vinden. Ik bedoel, ja, want dat is hij ook waard en dat gun ik hem ook. Maar dat deed hij niet. Hij stond maar in een platte pet, stond hij tussen het volk. En dat vind ik mooi. Daar hou ik van. Dat is iets wat mij heel erg beroert. Ik bedoel, ik ben ook 36. Ik heb hem ook niet zien voetballen. En het zou vast een goede voetballer zijn geweest. Maar wat ik mooi vind, is dat altijd Kiske van Kalsdonk is gebleven. En hij is ook altijd RBC in die zin trouw geweest. Ook qua carrière technisch, professionele dingen. Hij heeft aanbiedingen gehad van een club uit Breda. En Willem II uit Tilburg. Hij is trainer geweest bijna door heel Nederland. Hoofd jeugdopleidingen is hij altijd ook nog van RBC geweest. Supporter. En daarom is het ook zo belangrijk dat we hem eren. Omdat het een man is die vanaf zijn jeugd, ja, tot aan zijn overlijden helaas vorig jaar, gewoon RBC'er was. En daar ook niet over nadacht van ja, RBC is toch maar een club. Dat stond, ja, dat was gewoon zo. En dat vind ik zo mooi. Iemand die dan, hè, bijvoorbeeld bij andere voetballers in Nederland, moet je toch altijd wel vragen van, ja, wat is zijn club? Ja, het is toch wel een dit of een dat. Ja, bij Kees was dat niet. Kees, ach, RBC, dan zei de Kees en andersom. Dus daar was geen vraag. En dat is dan zo mooi. Dat is iets wat onbeschrijfelijk is. Toch gaan we proberen dat te doen. Maar het is een onbeschrijfelijk iets wat gewoon zo is. En dat maakt het juist mooi. En aan ons de schone taak om dat toch te gaan beschrijven. En als het dan bij iemand kan dat beschrijven, dan is het met eigen vlees en bloed. Want Jacco Vermunt, goedemiddag. Ja, goedemiddag jongens. Je zat even... Ja, je zat even op de bank, hè, want Erik en ik die praten graag, dat herken ik gelijk, dat weten we ook wel. Maar je bent erbij, je hangt, je bent ook te zien en te horen, en onze speciale gast. Dus het draait ook een beetje om jou, Jacco, vandaag. Ja, nou ja, goed. Ik voel me nogmaals ook vereerd en ben heel blij om hier aan mee te mogen werken. Goed, het is niet de eerste uitzending, maar zoals Erik al zei, jullie hebben denk ik toch wel een heel mooie professioneel iets weggezet, waar jullie ook trots op mogen zijn. Goed, hè, pa, hij is er helaas niet meer, maar ik wil benadrukken dat we een heel mooi afscheid hebben gehad. Het is gewoon ook een prachtig mooie sportleven geweest. Hij is 88 jaar mogen worden en daarbij overheerst dus onze dankbaarheid. En daarmee wil ik dus ook graag praten over zijn leven, Kiske van Kalsdonk. Ja, inderdaad. Zometeen heel veel meer met jou. We hebben de uitzending een beetje in blokken verdeeld. Hè? De jonge jaren, de tussenjaren, de oude jaren, de middenjaren. Alle jaren daartussen ook nog meegepakt. Er is veel te vertellen over Kees natuurlijk. De voetballer, hè? De grote voetballer die het is geweest. De trainer, de successen, het einde. Best wel een lange uitzending gaat dit weer worden. Durf ik al van tevoren te verklappen. Dat is bij ons altijd natuurlijk, maar als het over Kees gaat, dan helemaal. Het was nog nooit zo terecht. Nee, het was nog nooit zo. Nee, dus we gaan ook ons niet excuseren als dit te lang duurt, want het duurt nooit te lang, want het gaat over Kiske. Precies. Dus dat is het. Erik, die uitzending die is opgebouwd. We hebben veel, veel leuke dingen, veel verrassingen, veel nieuwe dingen. En ik denk dat we maar eens met de uitzending gaan beginnen. En ook met een kleine verrassing misschien. Ja, klopt. Ja, het is maar iets kleins, Jacco. Maar we zeiden al dat we vereerd zijn en dankbaar dat je met ons mee wil werken. En we nemen dit op via Zoom, hè, omdat vanwege de corona en is het allemaal lastig om bij elkaar te komen. Dus normaal had ik dit aan je overhandigd gewoon. Maar nu laat ik het eventjes voor je zien, of aan je zien voor de webcam. Ik weet niet of je hem hebt. Ik zal het even omschrijven voor de luisteraar. Het is een op eigenlijk dubbel postzegelformaat een afbeelding van je vader. En op de achterkant staat Vermunt, RBC Roosendaal, tweede klasse KNVB. Deze serie bestaat uit 200 plaatjes. Voor verzamelaars stellen wij een luxe album beschikbaar tegen inzending van 125 punten of 90 cent. En een zakalbum tegen inzending van 40 punten of 30 cent. En dan was dat ook niet van de Rissler? Dat was van NV, de Victoria Egyptian Cigarette Company in Rotterdam. Ja, dus dit is, een afbeelding die je bij een doosje sigaren kon krijgen destijds. Ja. Toen mijn vader in RBC 1 speelde. Ja. Nou, jij zegt mijn vader, maar staat er ook echt Kees Vermunt bij? Of staat er alleen Vermunt? Vermunt. Ja, want dit is nog veel ouder. Oh, meen je dat nou? Dat was zijn oom. Dat meen je niet. Ja,
Want jullie hebben in de voorbereiding ook een paar dingen aan mij gevraagd. Van, joh, zit er dan met die familie van de RBC? Maar zijn oom, ja, die kon ook heel, heel goed voetballen. En die speelde al heel lang voor hem in het eerste van de RBC. Dat meen je niet. Dat is mijn vader. Ik ken het plaatje en ik heb het. Ik ben er ook heel blij mee. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen ook de moeite die je ervoor gedaan hebt. Maar dat is zijn oom. Ach, nou, verrek. En die speelde ook in RBC 1, zeg je? Ja. En hoe heette die? Jan Vermunt. Nou. Ja. Ik vind het tegelijk heel erg grappig, maar ik voel me ook een beetje van lul zitten nu, Floyd. Nee, helemaal niet. Kijk, er zijn ook heel veel dingen die ik niet weet en die zo ver teruggaan. 1912. Ja, nee, klopt. Hey? Nou ja, misschien is het ik hou hem voor je apart. Misschien leuk voor je neef of een neef of nicht of iemand anders in de familie. In ieder geval, hij is voor jou. De intentie erachter was anders dan dat het uiteindelijk uitpakt. Maar ja, slechts om uitdrukking te geven aan het feit dat we het leuk vinden dat je met ons mee wil werken. Ja, wij super. Dankjewel. Nou, Erik, jij of ik of wij staan allerminst voor lul. Want dit is juist wat wij willen. Geschiedenis herleven, geschiedenis schrijven met de podcast. We hebben de intentie om dat plaatje op te duikelen van internet. Nou, dat bieden we dan aan. En het is de oom van Kees Vermunt. Ik wist niet eens dat een andere Vermunt bij RBC zat. We krijgen info van Jacco. En we kunnen het weer bijschrijven bij de RBC geschiedenis en bij de geschiedenis die wij met ons platform podcast te luiten gewoon creëren. Dus dankjewel hiervoor, want dit vind ik mooi. Oké. Dus, ja. dus ik draai het gewoon eventjes om. Jacco is er blij mee, ongeacht. En het is geschiedenis schrijven en dat is de reden waarom we dit doen. Ja, daar heb je gelijk. Verhalen Jacco, vertellen. Floyd is het positieve van de podcast, hè? Ja, is dat, hè? Hartstikke goed. Nee, mooi. En ja, laten we anders gewoon meteen doorgaan naar zeg maar het eerste blokje wat we hadden afgesproken. Jij zei al van, dit is de oom van mijn vader, Jan Vermunt. Je vader is op 22 mei 1931 geboren. Dat is een hele tijd geleden. En het was een echte kalsdonker, nietwaar? Ja, klopt. Ja, vader, moeder, een broer, Jan, ook weer een Jan, die dus ook in het eerste van RBC heeft gespeeld. Is ook een heel goede voetballer, intelligente man, een stukje ouder dan mijn vader. Hij had een zus, Nelly. En zij woonde eigenlijk best wel centraal op Kalsdonk, hadden een café. En mijn vader heeft vaak tegen me verteld dat hij boven het café in de dampen van de rook en de lucht van het bier zich lag te slapen. He, eigenlijk helemaal, hoe zal ik het zeggen, tegenstrijdig met hoe een sportman op zou moeten groeien. Maar, dus dat wist ik niet. Dus jouw vader is eigenlijk opgegroeid boven een café op Kalsdonk? Ja. Ja. Waar was dat café? Zou ik dat... Ja, dat café dat heeft later heette dat de Crazy Corner. En dat zat precies op de hoek, in de bocht van Kalsdonk. Misschien dat je nog de fietsenzaken van Schrouwen kent. Die was er tegenover. En daar is hij opgegroeid. Wat grappig, joh. Echt op steenworp afstand van de Luiten ook. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. En je zei al een broer en een zus. Dus een gezin van drie, als ik het... Ja, klopt. Als ik dat zo hoor. Ja. En goed, ik zeg al, zijn broer Jan is ook een goede voetballer. In het eerste van de RBC gespeeld. Dat is uiteindelijk wel een droevig verhaal, omdat zijn broer is op een gegeven moment tijdens een wedstrijd van de RBC tegen het hoofd geraakt. Uiteindelijk liep er een week later wat bloed uit zijn oor en hij is toen overleden. Oh. Zijn vrouw was in verwachting van het tweede kind. Echt, dus dat was een heel triest gebeuren. En mijn vader heeft een prachtig leven gehad, maar hij heeft ook voor zijn kiezen gehad. Ja. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven. Ja, zijn moeder, die is ook komen te overlijden toen hij 17 was. En
Ja, dat was allemaal heel heftig en dat heeft hij ook vaak tegen ons gezegd. Maar mijn vader was altijd zo'n man die juist daar, die heeft het niet echt met zich meegedragen, maar die is daarna gaan leven. En ja, dat heeft hij altijd ook positief uitgedragen. En bijvoorbeeld dat ongeluk met je broer op het voetbalveld, dat heeft hem kennelijk niet van weerhouden om zelf ook weer gewoon de wei in te gaan en te blijven voetballen. En... Nee, we hebben het daar ook allemaal nooit zo over gehad. Het waren natuurlijk ook andere tijden. Dingen waar ik zelf, ja weet je, ik was er zelf ook nog lang niet. Ja. Maar het punt van dat hij zeg maar niet naar de wei in zou gaan. Ik denk dat juist voor hem het enige was om terug te vechten van zo'n pijnlijke ervaring. Ja. Dat kenmerkt hem heel vaak. Hè? Als ook wel eens, we beginnen nou eigenlijk best wel vrij heftig gelijk met zulke verhalen. Maar het kenmerkt hem ook dat hij een man was van hup, doorgaan. En wat er ook gebeurt. En vooral in die tijd was voetbal was daar gewoon een heel belangrijk iets. En hij was daar succesvol. Was heel goed en het bracht hem ook in een andere wereld. Hij was wel heel jong en hij ging met de Nederlands jeugdelftal, militaire elftal, naar Ankara toe, Turkije, naar Griekenland, naar Athene. Gaaf. Het waren natuurlijk vooral in die tijd prachtige reizen en dingen om aan deel te mogen nemen. Ja, want vanaf wanneer begon RBC eigenlijk een rol te spelen in het gezin? Ging dat echt met de paplepel erin al? Was jouw opa ook een RBC-man? Of, Weet je, vroeger heel de familie was betrokken bij RBC. Ook, je had het nu over mijn opa. Ja, goed, die heeft bij de kassa gezeten. Er werd gewassen. Iedereen was daarbij betrokken. En dat is best wel lang doorgegaan. Ik bedoel, je zag dat later ook op Kalsdonk en in de Philipswijk. Hè? Bijvoorbeeld vader en moeder Voet, hè, van Gerry Voet. Ja, die was altijd voor de club. Hè, het was gewoon echt in die families was RBC gewoon een centraal punt. Dus dat was eigenlijk niet alleen zeg maar een voetbalclub, maar echt gewoon een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een bolwerk wat structuur aan de mensen gaf. Ja. Het gaf ze gezelligheid, het gaf ze emotie, hè, sportemotie. Samenhorigheid. Betrokkenheid. Ja. Ja. Wauw, ja. Ja. En dus daarom heb ik dat ook wel eens tegen jou verteld. Ja, de school, hè, de Sint-Jobschool, dat was dan de jongensschool. Ja. Die was eigenlijk hartschool en voor de meisjes. En de Sint-Jobschool voor de jongens. Nou, die onderwijzers daar, die waren vrijwel allemaal betrokken in de jeugdopleiding van de RBC. Ja. Peter Klaassen en Nout Bonenaar, nog steeds de man van de RBC. Ja. Zonder Nout had de RBC zelfs niet meer bestaan, denk ik. Nee. Dus het was ook eigenlijk nooit een vraag of jouw vader bij RBC ging voetballen. Dat was gewoon in die tijd in Kalsdonk een jonge, jaar 5, 6 of 7, weet ik veel. Hup, op de voetbal. Op naar RBC. Ja. En hij was daar toevallig goed in. Ja. Ja. Mooi zeg. Jacco, ik heb nog wel even een vraag, Jacco. Want als ik dit nou zo hoor, hè, en het begin van dit gesprek en het verhaal over de Kalsdonk en hoe dat was. En ook de zelfkant van het leven die hij heeft meegemaakt in zijn jeugdjaren. Ik heb altijd een zwak voor Maradona en voor Cruijff uit Betondorp. En voetballers die zich ontworstelen aan het slechte leven, aan de maatschappelijke richting die ze eigenlijk van bij geboorte al meekrijgen. Is het voor Kees Vermunt ook zaak geweest om zich te ontworstelen van Kalsdonk of van de misschien wat minder goede kanten aan zo'n volkswijk in de jaren 40 en 50, om te maken dat hij goed zijn best deed? Ja. Om te kijken dat hij wegkwam uit boven een café wonen en bij de Philips gaan werken? Ja, ik denk zeker niet dat hij een slecht leven heeft gehad. Hè? Hij heeft ook de oorlog meegemaakt en daar zijn ze allemaal goed doorheen gekomen. En daar kan ik ook allerlei mooie verhalen over vertellen die
die hij natuurlijk aan mij heeft doorgegeven. Maar ik denk wel dat die voetbal hem dat heeft gebracht, dat hij zich verder kon ontwikkelen. Hè, als mens. Ja, als je gaat reizen en je komt bij de Nederlands jeugdelftal en je leert mensen uit allerlei windstreken kennen. En dan maak je natuurlijk een hele andere ontwikkeling door dan mensen ook juist in die tijd. Want dan was het misschien van, zonder talent is het altijd anders, moeilijker om jezelf te ontwikkelen, denk ik. Nogmaals, in die tijdgeest. Ja, ik wou bijna zeggen, ik bedoel, mensen uit alle windstreken kom je tegenwoordig ook tegen de kans nog. Maar dat was in die tijd nog niet, hè? Daar moest je echt voor gaan reizen. Dus hij kwam ook mensen tegen die anders waren dan de mensen die een kans nog tegenkwam. En dat heeft hem wel gevormd dan, denk ik. Ja, zeker. Maar je wordt er denk ik, dat geldt voor ons ook, je wordt er een rijker mens van, hè? Wanneer je op andere plaatsen komt en helemaal in die tijd. Kijk, wij pakken bij wijze van spreken een vliegtuig alsof het een bus is. Maar in die tijd, als je naar Turkije mocht om te gaan voetballen, dat was echt anders hoor. Ja, wat had hij geworden als hij geen voetballer was geworden? Het is een beetje een open deur, maar wat was zijn vak? Dat is wel grappig. Hij was van origine een typograaf. Typograaf? Typograaf. Dus jij werkt nu bij Ben de Stem. Ja. En vroeger werd natuurlijk de krant Brabants Nieuwsblad nog in Roosendaal gemaakt. Ja. En die jonge gasten vroeger, die zetten dus de krant in nood. En dat was een speciaal beroep, dus typograaf. Maar op een gegeven moment kwam de fotografische boekdrukkunst, dus dat beroep, dat viel weg. Hij bleef wel bij de Koninklijke Verpol betrokken, bij die drukkerij. En hij heeft daar heel zijn leven gewerkt. Hij heeft er 40 dienstjaren gemaakt. Uiteindelijk is hij daar, had hij daar gewoon een fijne job. Hij was inkoper. Misschien heb je wel eens van Jacques van Pol gehoord. Een vrij beroemde jazzpianist. Ja, zeker. En de mensen die ook bij dat Brabants Nieuwsblad en bij die drukkerij werkten. Ja, daar hebben we het weer. Hè. Er waren ook vaak mensen die bij RBC betrokken waren. De lijntjes waren toen veel korter allemaal. Ja. Dat maakte ook, hè, die job die hij had als inkoper bij BN De Stem, ja, dat hij ook vrij meer tijd had om naar die clubs te gaan, aan de avonturen. Dat was natuurlijk best wel hard werken. Ja. Niet zozeer bij Ben aan de Stem, maar wel snel eten en naar Oosterhout of naar Rozenburg of naar Gorinchem of naar Waalwijk of naar RBC. Maar goed, bij RBC was natuurlijk ook altijd werk. Dit is het einde van deel 1 van ons eerbetoon aan Kees Vermunt. Ga snel door naar deel 2 om meer te weten over het leven van de RBC'er der RBC'ers, Kees Vermunt.